PSV Fundamentdag ziet er natuurlijk heel erg leuk uit, maar is ook pittig voor deze mannen. Ik moet eraan geloven, ik ga meedoen aan zo'n test. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Ja! Vandaag is PSV Fundamentdag, voor velen bekend, maar ook voor velen helemaal niet. Kun je eens uitleggen wie jij bent en wat PSV Fundament eigenlijk is? Ja, geen probleem. Mijn naam is Joop Oosterveld, technisch coördinator van het Fundament. Dus verantwoordelijk en voor de trainers, maar zeker voor de ontwikkeling van de spelers. Het Fundament heeft eigenlijk een vijftal locaties in het zuiden en het midden van Nederland, waarbij we kinderen dichter bij huis willen opleiden. Dus we zitten in Linnen in Limburg, we zitten in Rosmalen in Nijmegen, in Gilsum, en ook in Eindhoven. Het is de academie, maar het is een soort voor-academie, het fundament, ja, voor het jongens instromen in onder 13 hier. En waarom is dat verspreid? Omdat kinderen dichter bij huis kunnen trainen. Dus anders moet je bijvoorbeeld vanuit Nijmegen hierheen, dat is een uurtje heen en een uurtje terug. Als je in Nijmegen zelf kunt trainen, scheelt heel veel tijd dat kinderen moeten reizen. En we kunnen veel meer kinderen beïnvloeden, omdat je in plaats van 18 kinderen nu misschien wel meer dan 40 kinderen kunt beïnvloeden. Dus we kunnen meer kinderen een kans geven. Ja. We kunnen ze langer beïnvloeden. Kinderen hebben niet buikpijn elk jaar of dat ze wel doorgaan naar het volgende jaar, want ze zitten ongeveer 2 of 3 jaar in het fundament. Dus voor kinderen is het fijn, voor ons is het fijn om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Omdat het is heel moeilijk om voor jonge kinderen in te schatten of ze betaald voetbal gaan halen. Nou, dan geven ze wat langer de kans dichter bij huis in een wat veiliger omgeving. Dat je meer kinderen kunt beïnvloeden, dan denken we en we hopen dat we betere keuzes kunnen maken richting onder 13. Want dan verandert een hele wereld en als ze dan hier naar school moeten, hier moeten gaan trainen elke dag. En voor sommige jongens die wat verder weg wonen, zitten zelfs in gastgezinnen in Eindhoven. Okay. Dus hun hele leven verandert eigenlijk. Ja, zeker. Dat is een groot verschil. Ja, dat klinkt goed. Ook volgens mij een hele leuke, fijne functie. Ja, voor jou. Superleuk. Ik ben benieuwd vandaag. Goed, ja. Dankjewel. Ik dat ook. Je mag zijn. Naam? Eme. Michael. Kom. Kik. Leeftijd? 11. 10. 10. 10. Waar trainen jullie? Rosmalen. Gilsen. Eindhoven. Nijmegen. Kijk, de jonge spelers van PSV. Wat vinden jullie er eigenlijk van dat jullie bij PSV mogen spelen? Ik vind het wel leuk. Je hebt plezier, maar het is ook wel zwaarder voetballen dan bij je eigen amateurclub. En het is ook leuk, want je leert een nieuwe vrienden kennen. Ja, maar wat vind je er zo zwaar aan? Dat de trainingen zijn duurder en langer. En zijn dan met betere kinderen, dan leer je meer van. Oké, dus het is zwaar, maar tegelijkertijd ook heel erg leerzaam. Ja. En wat vind je het leukst om hier te spelen? Dat ik een wedstrijd tegen een grote club speel. Kijk, en jij toch? Ja, ik eigenlijk ook. Ik ben hier eigenlijk net nieuw en ik heb hier al heel veel bij geleerd. Eerst kon ik dat niet zo goed en nu, ik wikkel heel goed. Ja? Wat vind je het zwaarste? De wedstrijden. De wedstrijden, waarom? Omdat je dan langs alle kanten getackeld wordt. Wow, het tackelen! Word je zo vaak getackeld? Toch niet door je eigen spelers ook? Nee. Nee, dat niet. Heb je veel blauwe plekken of wel een keer een blessure van ook? Ja. Ja, dat is niet fijn, hè? Wow, hoort erbij. Hé, hey, en wie is het beste uit het team? Oké, ik. Nou, dat is wel een goede instelling. Heel veel succes. En volgens mij komen jullie er wel, toch? Ja. Dankjewel, heren. Goed gedaan. Oké, jongens, wat gaan we hier doen? We proberen zo ver mogelijk te springen. En dat is moeilijker dan je denkt? Ja. Oké, dus ik ga dit natuurlijk weer doen. Ja, geen idee waarom, maar even kijken hoe moeilijk dit is. Want je mag natuurlijk niet zomaar topsporter. Zo. Oké. Okay. 1,76 meter. Nee. Maar wacht even. Hij is veel kleiner en hij springt mij er eigenlijk gewoon uit. Oké, okay, nee, is goed. Dan weet ik dat ik geen topsporter word. Nou Cor, ik denk dat ik het bij jou laat. Ik zeg heel veel succes en jij komt er wel. Ja, ik druip af.